Beste orgelliefhebber, in deze tutorial wil ik u laten zien hoe een Johannusorgel wordt geplaatst en aangesloten. Een orgel bestaat uit vier hoofdonderdelen. Het orgel zelf, de lessenaar, het pedaal en een orgelbank. Voor de stabiliteit en veiligheid is het belangrijk dat de ondergrond waar het orgel wordt opgezet een stabiele en stevige horizontale ondergrond is. De meeste Johannusorgels hebben een losse lessenaar die in een lessenaarregel staat. Deze lessenaarregel zit vastgemonteerd op het bovenblad van het orgel. U zet de lessenaarplank dan in de sleuf van de lessenaarregel. Sommige modellen hebben een vaste lessenaar. U schroeft deze lessenaar op het bovenblad door de bijgeleverde schroeven handmatig in de schroefgaten van de lessenaarregel te draaien totdat ze ongeveer 2 mm aan de onderkant uitsteken. Vervolgens plaatst u de lessenaar op het bovenblad met de schroeven in de voorgeboorde gaten op het bovenblad en met een handschroevendraaier draait u de lessenaar stevig vast. Een neerklapbare lessenaar plaatst u in de sleuven van de lessenaarhouders aan beide zijden van de lessenaar. U kunt hem vervolgens neerklappen of overeind zetten. Een verstelbare lessenaar is op het orgel te plaatsen door de lessenaarsteunen in de geleiders op het orgel te schuiven. De lessenaar is dan in diepte verstelbaar door hem naar je toe te trekken en in hoogte verstelbaar door de klemmen in te knijpen en de lessenaar naar beneden te schuiven. Het contactsysteem van het orgel bevindt zich achter de pedaallat in het orgel. Deze contacten worden geactiveerd tijdens het spelen door de magneten die in de pedaalstok zijn gemonteerd. Op deze manier is geen kabelverbinding nodig. U kunt het pedaal plaatsen door het eenvoudig tegen het orgel aan te schuiven. Let u er wel op dat aan alle kanten het pedaal goed aangeschoven is om contactproblemen te voorkomen. Als uw orgel op een tapijt is geplaatst, is het misschien nodig om tijdens het aanschuiven van het pedaal het orgel iets achterover te laten hellen. Als het pedaal geplaatst is, kunt u de orgelbank over het pedaal heen zetten. Let u daarbij wel op dat de afgeronde hoek van het bovenblad aan de kant van het orgel zit. Voordat u de stekker in de wandcontactdoos steekt, controleert u eerst of de aangegeven netspanning op de serieplaat van het orgel overeenkomt met de netspanning van uw huis. De serieplaat vindt u aan de onderkant van het klavierblad. Steekt u de stekker altijd in een wandcontactdoos met randaarde. U kunt nu het orgel aanzetten. Dit doet u met de netschakelaar aan de rechterkant van het orgel. Na de initialisatie lichten automatisch de standaardfuncties van het orgel op en is het orgel gereed om bespeeld te worden.